Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. We gaan even terug de tijd in naar het Sun and Moon tijdperk in het Pokémon TCG. Dus nu, vorig jaar zijn er nog wat Sun and Moon sets uitgekomen, maar ik denk dat deze chest van een jaar of twee geleden dateert. Toen Sun and Moon eigenlijk effectief uitkwam. En toen kwamen er tins uit van Necrozma, Solgaleo en Lunala. Ik heb er twee van kunnen krijgen nog, Solgaleo en Lunala. En die wil ik graag met jullie samen openmaken. En vandaag beginnen we met de Solgaleo GX tin. Ik heb al een beetje van de dingen hier open gedaan. En dan kunnen we meteen kijken dat er ergens een jaartal op staat. Ik denk dat het 2018 of zoiets. Het is 2017. Dus de tin is ondertussen al 3 jaar en een beetje oud. Wat zit er in deze tin? Ik denk nog een paar X&Y-packs. En natuurlijk de Sun and Moon base, maar ook de mooie promokaart van Solgaleo. Die kun je even uitpakken. Die zit nog op de oude manier verpakt. Kijk eens aan hoe mooi deze kaart is van Solgaleo. Gaan we hem even al in een sleeve steken. Zo, en gaan we hem hier achteraan plaatsen. Wie weet brengt het ons wat geluk. Dan, voor de rest, in deze tin. Zit er een codekaart in, die ik zelf hou, want die heb ik nog niet. Dan hebben we niet één, maar twee Sun and Moon Booster Packs. We hebben ook een Evolutions Zard. En we hebben een Breakthrough. Dat zit er zoal in deze set. Dus we hebben 4 Booster Packs, waaronder ook een Evolutions Pack. Wie weet kunnen we hier wel een zaartje uitpoelen. We hebben nog niet veel geluk gehad met de Charizards dit jaar. Maar misschien vandaag wel. Beginnen doen we met de oudste set. De Breakthrough X&Y set. Stond dus ook al wat oud. Staat hier ook geen jaartal op. Ik zie het niet meteen staan. Maar het zal ook wel een jaar of 5 gelezen, denk ik. 2015. Voilà. Breakthrough is 2015. De kolenkaart, die is voor jullie. En wat een X&Y set is, moeten we maar 3 kaarten van de achterkant overbrengen. En dan hebben we hier onze eerste Pokémon kaart, Behem. Voel dat je het ook moet uitspreken. Een Seeking. Een Starmie. Een Cubone in het pretpark. Een Noibat. Deze Pikachu. Een Magnemite, een Snubbull, Reverse Holo is Doduo, en onze rare kaart is Simsir. Voilà. Sun and Moon Base Set. Dat is waarvan de tints zijn uitgekomen. Maar het is inderdaad alweer een tijdje geleden. De codekaarten voor jullie Sun and Moon zijn alweer 4 kaarten. Ik ga het sowieso nog oppakken vandaag. We hebben een energy card, een potion, een Torroquet, een poison barb, nooit gezien die kaart eigenlijk. Alolan Grimer, die had ik nog niet. Een Sparrow, een Grubbin, een mooie Pharaoh, een Snubbull. Onze reverse holo is Stuffle en onze rare kaart is een Palossand. Palossand. Ik ga geen ruzie meer zoeken. Zeker zijn rood schepje niet afpakken. En allemaal zien in Pokémon Sun and Moon. In een van de afleveringen. Een codekaart. Zo. Een energy kaart. Een pokeball. Een Pelipper. Een Repel. Chinchu. Alolan Rattata. Een Roggenrola. Een Marini, een Crab Rover, Reverse Holo is deze Double Colorless Energy, en onze rare kaart is Hariyama. Zo, we hebben nog niets te geks gepoeld uit deze doos, uit deze tin. Dus dat wil zeggen dat we misschien hier wel eens iets goed in kunnen gaan poelen. We komen het zo te weten, de pakjes gaan tegenwoordig voor over de 10 euro. Ik heb al pakjes gezien van tegen de $20 op aan. Deze Evolutions. Voilà. De codekaart. Het zijn er 3.
We beginnen met een Nidorino. Een Energy kaart. Charizard Spirit Link. Ponyta. Een Nidoran. Vulpix. Weer een Energy kaart. Magikarp. Reverse Holo Caterpie. En Starmie is onze rare kaart. Geen al te gekke pools. Het is iets wat oudere tin. Wel deze mooie Solgaleo promo kaart. Een beetje teleurgesteld, maar kan je kwaad een beetje teleurstelling. De volgende keer openen we de Lunala tin. Dus ik zou voor nu zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet natuurlijk niet deze video te liken en te abonneren. Voor altijd op de hoogte zijn van de nieuwste Pokémon boxen. Binnenkort komt er namelijk die verjaardagsset dat ze eerst dachten. Maar het is Shining Fates, die komt er ook nog aan. En de Hidden Fates ETB, die kan ook alleen maar arriveren een van de dagen. Dus hou de channel zeker goed in de gaten. Tot de volgende keer en ciao kids!